Je kan kiezen voor krimp of je kan kiezen voor een combinatie van meer vrije tijd en een stabiel inkomen. Dan gaat je welvaart natuurlijk ook omhoog, maar je inkomen blijft gelijk. Dus er zijn opties en ik vind het heel erg belangrijk dat we groei ook zien als iets waar we voor kunnen kiezen, waar we het met elkaar over kunnen hebben of we dat willen en als we dat willen, hoe we dat dan willen bereiken. Ten opzichte van 1950 is de structuur van het mensenleven gelijk gebleven. Eerst een periode leren, dan een periode werken, dan een periode rusten. Kwantitatief is dat enorm veranderd. We gaan een jaar of 7 langer naar school. We werken een jaar of 7 korter. En we rusten 12 jaar langer dan in 1950 gewoon was. Dus de kwantiteit van die 3 fases is enorm veranderd. Dus het aantal gewerkte uren per mensenleven, als aandeel in het aantal uren dat je hebt, is ook enorm afgenomen. Als je opnieuw gaat nadenken over, ja, maar hoe willen we eigenlijk dat een mensenleven is ingericht, dan kun je tot verrassende conclusies komen die tegelijkertijd leiden tot economische groei. Ik zou zeggen dat de optimale indeling van een mensenleven in de toekomst, in de rest van de 21ste eeuw, anders is dan nu. Met een veel grotere periode in het midden van je leven waarin je vooral werkt, maar dat ook combineert met vrije tijd en zorg en leren. En als we dat zouden doen, neemt zowel het aantal gewerkte uren toe, immers de periode wordt veel langer over een mensenleven, en de arbeidsproductiviteit per uur neemt toe, want mensen kunnen een leven lang leren op terug naar school. Dus zo ontstaat, naar mijn idee, door opnieuw na te denken over hoe we een mensenleven willen inrichten, vanzelf een economie waarin meer dan nu gewerkt wordt en waarin we meer investeren in menselijk kapitaal. En dat leidt vanzelf tot groeiland. Betekent wel dat er nogal wat moet veranderen in de fundamenten van ons land. Zo is dat. Maar wil je een paar voorbeelden horen? Graag. Denk dan aan deeltijdwerk. Is eind jaren 70 verzonnen, hè, deeltijdwerk. En wel door IKEA. De eerste vestiging van IKEA in Nederland we willen mensen die een week werken en dan een week vrij zijn en weer een week werken, weer een week vrij zijn. En de huisvrouwen in Sliedrecht, meen ik, die stonden in de rij, want dat vonden ze wel een fantastische deal. Deeltijdwerk is dus ook zo'n institutie. Dat hebben we met elkaar verzonnen, dat is gebeurd, dat slaat aan, dat heeft enorme impact. Eigenlijk door het onderzoek doen naar die periode 1950 tot nu, heb ik weer veel meer vertrouwen gekregen in de maakbaarheid van de samenleving, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. He, dus als je ziet wat een impact die dingen hebben, dan denk je, we kunnen niet het leven van een individu maken, maar de samenleving is wel heel erg maakbaar. Wat ik daar nog een heel mooi en recenter voorbeeld in vind, is de afschaffing van FUT en prepensioen. Dat is begin deze eeuw gebeurd. Op dat moment dat gebeurde, was de uittreedleeftijd uit het arbeidsproces 61. En dat is nu ruim 64. Dus 10 jaar later, en het wordt nog uitgefaseerd, het is nog niet eens echt voorbij. Maar 10 jaar na zo'n hervorming zie je dus dat we 3 jaar langer doorwerken. Nou, ik vind dat spectaculair. Nou, dit type instituties, die zijn dus door mensen gebouwd, die kunnen mensen ook veranderen. En mijn suggestie is, laten we daar eens onbevangen, objectief, analytisch, naar kijken en de vraag stellen, welke setjes van die instituties kun je eigenlijk allemaal bouwen? En sluit het dan een beetje lekker op elkaar aan ook? Dat is mijn onderzoeksagenda voor de komende jaren.